Welkom bij een nieuwe vlog van Zina Helping Dog. Vandaag zullen we het hebben over Permobil en Ottobock. Permobil en Ottobock zijn alle twee merken van rolstoelen. Dus vandaag neem ik jullie mee in mijn driving life. Een tijdje geleden ben ik in Gent naar de Revabeurs geweest. En daar heb ik echt duizenden rolstoelen gezien. Ik kon daar echt geen onderscheid in maken. En wat er allemaal bestaat is echt gek. Ik laat jullie eerst even genieten van wat sfeerbeelden van de Revabeurs en ik ben zo bij jullie terug. Kom op, zesde hier eigenlijk. Ja. Die zijn we. Zie je nou? Ja, ja. Ik voelde dat direct. Zo mensen, jullie hebben even kunnen genieten van wat sfeerbeelden van de Revabeurs. Ik raad jullie aan, de nieuwe Revabeurs die er aankomt, ga er naartoe. Echt een grote aanrader. Wat ik daar allemaal heb gezien was niet normaal. Zelfs bad die helemaal kon aangepast worden, auto-aanpassingen, eetapparaten, fietsen, echt alles wat je maar kunt denken voor een hulpmiddel was op de Revabeurs aanwezig. Dus voor mensen die opnieuw alleen gaan wonen of die echt een nieuw hulpmiddel zoeken of die wat ideeën wil opdoen, is de Revabeurs zeker ideaal. Nu wil ik jullie als eerste meenemen in het merk Ottobock. Ottobock is een merk dat ik al 4 jaar mee herkend ben. Ik rijd namelijk al 4 jaar in een rolstoel van Ottobock. Eerst en vooral, als je een rolwagen dus bij ons in België wil aanvragen, is dit een heel papierwerk. Dus je moet eerst een verstrekker vinden die rolwagens verkoopt. Als eerste had ik Mobility by Olivier. Ik had deze leren kennen op de Revabeurs.
gedreven mensen. Ze hebben ook een eigen merk, de Q6 geloof ik. Die heb ik ooit ook mogen testen. Maar ja, ergens voelde ik me bij deze verstrekker niet zo op mijn gemak. Toen ik naar school ging, zat ik in Dominique Savio. Dus dat is een aangepaste school voor mensen met een beperking. En daarbij is er eigenlijk een verstrekker, dus een bedrijf, Ortotaal. Je kan de link hieronder vinden, mocht je interesse hebben. Ik zal alle Mobility by Olivier, Ortotaal, Ottobock, Permobil, de Revabeurs, ik zet alle linken hieronder. Dit filmpje hieronder. Dus ik voelde mij niet op mijn gemak bij Mobility by Olivier en ben dus overgestapt naar Ortotaal. Beste keus ooit. Toen ik een afspraak had bij Ortotaal was dit direct helemaal anders. Ortotaal stelde niet zelf rouwwagen voor of ging niet zeggen van ja, ik denk dat dit merk beter bij je past of dit merk beter bij je past. Ze gingen vragen van wat zijn je nodig, wat heb je nodig op je nieuwe rouwstoel en dan pas gingen ze zeggen van ja, kijk, misschien is deze rouwwagen toch iets beter of misschien is deze rouwwagen toch iets beter. Persoonlijk vind ik het wel belangrijk dat je een verstrekker gaat zoeken. Zij weten natuurlijk altijd meer omtrent welke merken van de rolstoelen, welke mogelijkheden er allemaal zijn van rolstoelen. Dus ik raad je zeker aan om een verstrekker te raadplegen. Dus ik heb gekozen voor Ortotaal. En ik heb daar een hele namiddag dus gezeten en gezegd dat ik omgevingsbesturing nodig heb op mijn rolstoel. Een omgevingsbesturing op mijn rolstoel is eigenlijk dat ik met mijn rolstoel mijn tv kan gaan bedienen, mijn telefoon, mijn computer, mijn rolluiken, mijn deuren, mijn lichten. Echt alles qua domotica. Dit kon bij veel verschillende merken, maar Permobil en Ottobock zijn daar toch wel heel erg voor gekend. Ook hou ik ervan, ik geef dat eerlijk toe, ik hou ervan om met mijn rolstoel te racen. Ik hou ervan om met Zina zo vlug mogelijk te driven on the street. Ook Zina zelf. Hey Zina? Ja? Ja. Zina houdt daar ook van om eigenlijk echt te rennen en echt een keer alles eruit te gooien. Dus ook dat waren dan weer Ottobock en Permobil die mij aantrokken. Via Ortotaal had ik dus de mogelijkheden om twee rolstoelen te gaan testen. Als eerste heb ik dus de Ottobock getest. De Ottobock is met een heel nieuw concept op de markt gekomen. Hun rolstoel is echt gigantisch veranderd. Mijn rolstoel heeft dus kleine wielen van voor en de grote van achteren. Bij de nieuwe Juvo van de Ottobock is dit omgekeerd. De grote wielen zitten dus van voor, de kleine van achteren. Ik ga je eerlijk zeggen, als je dit niet gewend bent om mee te rijden, is het een hele, maar echt een hele grote aanpassing. Niet te doen. Jammer dat ik dit voor jullie niet kon filmen, maar jullie gingen jullie echt gigantisch plat leggen. De eerste dag heb ik gewoon omver gereden met die rolstoel. Dus doordat je draait, ga je poep eigenlijk gaan zwengelen. En doordat je poep zwengelt, heb je eigenlijk niet door hoe lang je rolstoel is, dus eigenlijk het achterste van je rouwwagen zwengelt mee. Dus ik heb zo omaar omver gereden. In de koolruiten heb ik bijna een hele rek met, ik denk dat koffiezakken was, omver gereden. Dus dat viel allemaal naar beneden. Zina vond die rolstoel ook niet aangenaam, omdat als Zina naast mij loopt en ik draai, zat die poep telkens ja, tegen haar benen, tegen haar achterpoten. En ze vond het dus niet aangenaam. Ook vond ik
de persoon van Otto Bock zelf. Dat was namelijk bij mij Jelle, die bij mij op bezoek kwam. Ja, die jonge gast wist zeker goed over wat hij het had. Die kon zijn merk goed promoten. Maar voor mij, het klikte niet. Ik had niet echt van, wow, deze rouwwagen wil ik eeuwig in de rijden. Nee. En ja, ik heb dan ook na 3 dagen eigenlijk mijn verstrekker opgebeld. Dus Ortotaal. Ik heb hun ook eerlijk gezegd dat Otto Bock het niet wordt. Omdat Otto Bock eigenlijk mij had gezegd, doordat de grote wielen van voren zitten, dat je eigenlijk op grotere drempels kon. Dus ik ben begonnen met een kleine drempel van een centimeter dik. Zeg eigenlijk een dikte van een normaal boek voorbeeld. En die rouwwagen raakte daar eigenlijk al niet op. Dus ik heb dan eigenlijk hulp moeten vragen aan mensen om mij op de drempel te krijgen. Die rouwwagen is zo groot en ja, niet comfortabel en niemand kon mij eigenlijk op de drempel krijgen. Dus dat was echt een grote afknapper voor mij. Dus nee, het spijt me ten zeerste, maar de Juvo van Otto Bock heeft mijn hart niet gestolen. Mochten ze ooit een midwiel hebben van Otto Bock, wil ik deze wel zeker nog eens testen. Maar dat zal voor bij de volgende 4 jaar zijn en misschien zijn er dan nog veel andere rolstoelen. Ik laat je nu ook even een filmpje zien van Juvo, dus van de Otto Bock die ik even getest heb. Ik heb momenteel geen filmpje waar ik eigenlijk heel de rouwwagen op kan tonen, maar ik heb wel een filmpje waar ik met mijn hond langs het water eigenlijk rijd met de Juvo. Dus ik toon jullie dit eventjes nu. Zo mensen, dit was het filmpje van Otto Bock. We gaan het hierbij laten voor Otto Bock. Als tweede rouwwagen die ik heb getest is Permobil. Iedereen, maar bijna iedereen heeft hier een Permobil. Als ik rondkijk, die heeft Permobil, die heeft Permobil, die heeft Permobil. Een tijd geleden had ik al Permobil mogen testen, dus via de andere verstrekker. Mobility by Olivier, ja. Via deze verstrekker had ik dus Permobil al eens mogen testen. Maar de nieuwe verstrekker, Ortotaal, had toch graag gehad dat ik Permobil eventjes erg opnieuw testte. Ik ga je zeggen, de vorige keer als ik in Permobil zat, had ik het gehad. Permobil, ik weet niet waarom dat iedereen daar wilde inzitten. Dat was echt die rol aan dat ik dacht, wauw. Maar ik wilde de voordeel van twijfel geven en ik dacht, ik zal hem toch nog een kans geven. Maar deze keer kwam de verantwoordelijke of iemand die eigenlijk bij Permobil zelf werkt, tot bij mij. Dus Anthony van Permobil en mijn verstrekker van Ortotaal heeft eigenlijk tot bij mij thuis gekomen. En samen hebben ze eigenlijk gekeken naar wat ik nodig had, wat mijn wensen waren en dan de tweede afspraak die we hadden, hadden ze de rolstoel van Permobil mee. En echt, die rolstoel was gigantisch groot. Ik dacht, oh my god, ik kan er toch niet in zitten. Allee, die rolstoel is 3 keer ik bijvoorbeeld. En wat Anthony met deze rolstoel gedaan heeft, heb ik geen woorden voor. Die rolstoel was echt op en top. Tot op mijn maat gemaakt. Maar echt op en top tot op mijn maat gemaakt. Ook in deze rolstoel
werd er omgevingsbesturing ingestoken. Dus kost ik ook mijn tv bedienen. Momenteel kost ik nog niet de deur en zo. Maar ja, dat is ook een testrolwagen. En meestal kan je dat ook niet op een testrolwagen. Dus ik kreeg de Permobil 2 weken om te testen. Toen Omar mij eigenlijk in de rolstoel plaatste, dus wanneer ik in de rolstoel werd gezet, had ik onmiddellijk zoiets van, wow, zit goed. Yeah. Ja, het voelde goed aan. Toen ik alleen thuis was, dacht ik, nu is het moment. Die heeft dit hier helemaal ingesteld. Dat ik zelf mijn tv kon openen. Dat ik zelf mijn tv kon eigenlijk verzetten of kon kijken of doen. Dus ik dacht, nu is het moment, ik ga dat testen. En het werkte. Het was niet like in Ottobock, maar hier werkte het dus echt wel. Ik ga je zeggen, Permobil is voor mij de drive to freedom. Echt. Ik ben verliefd geworden op die rolstoel. En 2 weken lang voelde ik mij echt vrij. Ook Zina liep er heel mooi naast. Mijn verstrekker en Anthony dus van Permobil. Echt top wat dat die mensen gedaan hebben. Die hebben die rolwagen zo kunnen aanpassen dat ik er een heel andere gedachte over gekregen heb. Ik ben gewoon verliefd geworden op een rolstoel dat ik eigenlijk niet wilde. Dat ik echt een afschuw van had. Maar zo zie je maar, als mensen er echt tijd in steken en moeite, dat het toch lukt. Dus Permobil, the drive to freedom. Dat is toch voor mij het geval. Ik heb toch niet onmiddellijk beslist. Dus na 2 weken kwam dus Anthony terug van Permobil. En die had een aantal vragen. Vind je deze knop bijvoorbeeld goed zitten? Zou die knop ergens anders moeten? Meteen is dat ik ook had, was een beetje pijn aan mijn zitvlak. Maar ja, dat was een nieuwe rolstoel. Dat is nog een beetje hard. Dat moet nog een beetje wennen. En ik gaf ook drukplekken aan waar dat er niet goed zat. Waar dat er aanpassingen. Die luisterde echt naar wat ik nodig had. Wat dat er mis was. Wat kon er veranderen. Hij dacht echt mee met mij. En dat vond ik echt wel top. Ik moet zelfs eerlijk zeggen, als ik na 2 weken mijn Permobil dus terug moest afgeven, ja, het was een testrolwagen, ik mocht hem niet houden, werd ik emotioneel. Omar zegt, je gaat toch niet wenen voor een rolstoel. Voor vele mensen is het misschien gewoon een rolstoel, maar voor mij was dit echt, ja. Laat zeggen, ik kom tot bij u, ik hak uw benen af en daar zit je dan weer helemaal vast en kan je niet weg en doen. Voor mij was het echt de drive to freedom. Ik heb dus niet onmiddellijk beslist of ik die rolwagen wel of niet. Ik wilde toch nog een aantal puntjes laten bezinken, nog een keer er goed over nadenken. Maar ik heb deze week, ik denk dat het woensdag was, ja. Woensdag had ik dus besloten om voor de Permobil te gaan. Ik ben echt helemaal in love met de Permobil. Dus nu worden mijn aanvragen, mijn papieren verstuurd naar het VAPH. Dus mijn verstrekker doet dat, Ortotaal. Die verstuurt al mijn papieren dus naar het VAPH. Nu, je kan de rolwagen zelf, dus dan gaan naar het RISIF. Het RISIF heeft dan toestemming voor de rolstoel. Is dit normaal geen probleem, omdat dit een hernieuwing is. Het is niet de eerste keer dat ik dus een elektronische rolstoel ga aanvragen. Maar door omgevingsbesturing, door een beetje aanpassingen hier, aanpassingen daar aan de rolstoel, moet dit dus ook naar het bijzonder bijstandscommissie verstuurd worden. Dit kan namelijk, zoals met de aanvraag van Zina,
zeer lang duren. Normaal gezien, de omstandigheden van mijn handicap en zo, kan dit geen probleem vormen en is er veel kans dat dit dus wordt terugbetaald. Maar er is heel veel kans dus dat ik nog 6 maanden moet wachten tot ik eigenlijk definitief in mijn nieuwe rolstoel kan plaatsnemen. Je kan het ook natuurlijk voorschieten dat je zegt van kijk, ik betaal dat in eigen zak en ik rij al met de rolstoel en het reserve neemt zijn besluit en ja, betaal het terug. Maar dit gaat natuurlijk niet om kleine bedragen en meestal is dit gewoon niet haalbaar dat je dit gewoon uit je eigen zak betaalt. Ook door dat ik dus de permobiel gekozen heb, een nieuwe rolstoel, zullen er aanpassingen in mijn auto gebeuren. Dus mijn auto is momenteel aangepast met lift en ik kan dus in de auto rijden. Maar ja, de auto is eigenlijk aan vernieuwing wat toe. De lift begint wat door te zakken. De permobiel is ook een klein beetje groter, waardoor er toch wel aanpassingen zullen moeten gedaan worden aan de auto. Permobiel heeft dus ook een eigen systeem. Dit wordt dus in de auto geplaatst. Als ik dit dus heb, laat ik jullie dit zeker zien. Maar ja, ik ga dus met mijn rode gaan daar overrijden. En dan kan Omar eigenlijk... dus er komt een knop bij het stuur. En dan kan Omar eigenlijk op die knop duwen en... De rolwagen zit vast. Je moet niet meer met de riemen dat gaan vasthaken naar je rolwagen. De riemen aanspannen. Het is dus eigenlijk zoveel simpelder. Je rijdt gewoon in de auto. Bam, klik. Dat is dus wel ook een heel groot voordeel. Permobiel heeft echt zoveel voordelen. Ik versta nu waarom dat iedereen in permobiel zit. En, ik ben zelf helemaal een gek van permobiel. Dus. Ik hoop dat ik met dit filmpje jullie wat inzicht heb kunnen geven hoe je hier in België een rolstoel aanvraagt. Mocht er mensen zijn die dus ook een nieuwe rolstoel willen aanvragen, een elektronische rolstoel, maar die niet goed weten hoe of wat, jullie mogen mij altijd contacteren. Jullie mogen ook mij altijd vragen versturen. Ik ging iets zeggen, ik ben het eventjes kwijt. Mijn excuus daarvoor, dat zal soms gebeuren in mijn vlogs. Dus als er vragen zijn, mogen jullie mij altijd contacteren. Ik help jullie graag verder. Ortotaal is ook zeker een verstrekker dat ik iedereen aanraad. Echt topmensen weten waar ze mee bezig zijn. Ze hebben ook een eigen galerij eigenlijk. Dus je kan daar echt de rolstoelen ook bekijken. Ottobock is gevestigd. In de Kootskampstraat 24 in Hits, dus in België. Dus mocht je ooit eens een kijkje willen nemen, wel best contact opnemen eerst en een afspraak maken. En dan helpen ze jullie met alle plezier verder. Ze hebben ook een eigen magazijn. Dus stel dat je rolwagen kapot is of zo, die worden daar ter plaatse ook hersteld. Ik ga niet zeggen dat je daartoe komt en er moeten grote herstelkosten zijn dat ze die rolwagen direct, maar voor kleine dingen kan je eigenlijk gewoon met je rolstoel tot daar gaan. Ik heb al 4 nieuwe banden laten steken en ik mocht gewoon in mijn rolstoel blijven zitten. Dus dat is echt een voordeel aan Ortotaal. Die mensen denken aan service, echt top. Je moet echt daar eens langs gaan. Dus mocht je een nieuwe elektronische rolwagen willen aanschaffen in België, maar weet je niet goed wat je moet doen met papierwerk, hoe je de aanvraag moet doen, contacteer mij. Ik help jullie zeker verder met alle plezier.
En mocht je deze video een meerwaarde vinden, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen en om je te abonneren op ons kanaal. Ik wens jullie nog een prettige dag verder en tot morgen. Dag! Ik was nog even vergeten om een video van de Permobil aan jullie te tonen. Dus bij deze een video van de Permobil.